Hoi allemaal! Een tijdje geleden vertelde ik dat ik ben afgebouwd met borstvoeding en ik vroeg jullie of jullie daar meer over wilden weten. En dat wilden jullie, dus vandaag ga ik er wat meer over vertellen. Ik vertelde volgens mij toen ook al dat het bij mij heel snel ging. Dus ik zal een beetje vertellen hoe het bij mij ging en zeg maar wat ik heb gehoord, wat de bedoeling is of normaal is. Of maar. Ik gaf Niels borstvoeding sinds het moment dat hij geboren was, sinds ik bij mij niet geboren werd. Eigenlijk ging dat vanaf seconde 1 heel goed. Ik heb wel zeg maar een pijnlijke fase gehad, maar qua productie is het altijd goed gegaan. Ook toen ik aan het werk ging, bleef het goed. Toen ik aan het werk ging en hij naar het kinderdagverblijf ging, toen holde wel mijn weerstand achteruit. Waardoor ik een paar keer ziek ben geweest en ik heb 2 keer mijn nek verrekt. En op een gegeven moment kreeg ik buikgriep, waardoor mijn productie al behoorlijk omlaag ging. Dat had ik eerst niet door, maar hij werd heel onrustig. Hij huilde heel veel en we dachten, die is ook gewoon niet lekker. Tot ik op een gegeven moment een keer aan het kolven was en ineens dacht, hey, er komt zeg maar niet heel veel meer uit. Dus toen, dat is natuurlijk lastig van borstvoeding geven, dat je niet door hebt dat je misschien te weinig hebt nog maar. Dus toen dacht ik, oké, productie is omlaag. Dus toen heb ik dat wel weer geprobeerd een beetje op gang te krijgen. En ik dacht ook, als ik weer een beetje opgeknapt ben, dan gaat dat beter. De huisarts had overigens gezegd, het borstvoeding is echt het laatste waar je lichaam aan gaat zitten. Dus je hoeft je echt niet druk te maken omdat je kindje dan te weinig binnenkrijgt. Want daar was ik natuurlijk bang voor met mijn buikgriep. Dat bleek dus wel zo te zijn in mijn geval. Maar ik hield ook echt dagenlang echt niks binnen. Dus ik had gewoon een vrij heftige buikgriep. Toen was ik daar weer een beetje bovenop. En toen kreeg ik een keelontsteking. En ik wilde aan het begin niet aan de antibiotica. Ook vanwege Niels natuurlijk. En de borstvoeding. Op een gegeven moment kreeg ik wel een antibiotica. Eentje die ook wel kon met borstvoeding. Maar die sloeg niet genoeg aan. Dus uiteindelijk heb ik 2 keer antibiotica gehad. En totaal 2 weken lang. En toen was mijn productie echt op zo'n dieptepunt. Dat ik dacht, het houdt ergens een beetje op. En ik was ook dus 2 keer behoorlijk heftig ziek geweest. Wat gewoon natuurlijk vervelend is voor jezelf. Maar wat vooral ook niet leuk is. Omdat, zeker met die buikgriep. Ik was echt slap als een vaatdoek. Dus ik kon ook helemaal niet leuk doen met Niels. En nergens energie voor. Dus ja, gewoon genieten van je kindje is er op een gegeven moment ook niet echt heel erg meer bij. Je denkt alleen maar, ik wil eigenlijk gewoon heel erg de hele tijd op de wc zitten. Maar ik moet ondertussen nog borstvoeding geven en hem tillen. En dat was best wel zwaar. Zeker ook met die 2 keer verrekte nek er nog bij. Dus uiteindelijk, na 4,5 maand uit mijn hoofd, heb ik besloten om borstvoeding af te gaan bouwen. En toen werd me verteld dat je 1 voeding per week kan laten vallen. Ik gaf 5 voedingen op dat moment. Om 7 uur 's ochtends, om 11 uur 's ochtends, om 3 uur 's middags, om 7 uur 's avonds en om 11 uur 's avonds. Zeg ik dat goed? 7, 11, 3, 7, 11. Ja. Dus dat hield in 5 weken in mijn beleving. Daarbij werd gezegd, de ochtend- en de avondvoeding, dat zijn eigenlijk de grootste, zeg maar. Dus begin met een middagvoeding en bouw niet 2 voedingen, zeg maar. Dus ga bijvoorbeeld niet eerst de 3 uur voeding afbouwen en dan de 11 uur. Hè. Zorg dat er een voeding tussen zit. Dus ga bijvoorbeeld eerst de 11 uur voeding doen en dan de 7 uur voeding en dan de volgende 11 uur voeding. En dan, met 5, weet je, het was een beetje knutselen voor mij. Maar ik ben dus als eerste de middagvoeding weg gaan halen. Dus die van 3 uur. Die van 11 uur. Toen ben ik de voeding van 7 uur 's avonds gaan doen. Op een gegeven moment was ik sowieso hem al de fles gaan geven voor de voeding van 11 uur. Omdat ik daar zeker wilde weten dat hij genoeg binnenkreeg voor de nacht. Dus die was ik al, maar dan kolfde ik nog. Maar goed, daar zag ik dus ook mijn productie omlaag gaan. Toen kwam ik eigenlijk achter dat als ik om 7 uur nog kolfde,
en that's it. Dan kon ik ook tot 7 uur 's ochtends door. Dus bij mij ging... En toen kwam ik erachter van... Oké, en dan kan ik eigenlijk wel tot 11 uur door. En zo ging dat eigenlijk elke dag eigenlijk een stukje beter. Dus ik heb niet eens... Ik heb er oprecht, denk ik, 2 weken over gedaan om al mijn voeding af te bouwen. Maar dat was bij mij omdat ik dus zo'n extreem lage productie had inmiddels. Ik heb nog wel een tijdje geprobeerd, juist omdat ik het wel belangrijk vond dat ik nog iets van borstvoeding kreeg, om het een soort van afbouwproces op gang te houden. Dus ik was een beetje van, nou, dan toch nog maar een beetje kolven. En nou, dat werkte ook allemaal helemaal niet. Dus uiteindelijk was ik in 2 weken volgens mij ongeveer volledig afgebouwd. Maar normaal gesproken doe je dus per voeding kun je 1 week rekenen. En dan zoveel mogelijk proberen. De last is natuurlijk de nacht. Hè? Dus daar moet je het langst, zeg maar, moet je kijken hoe je dat kan doen. Ik ben dus begonnen met de avondvoeding, de nachtelijke voeding eraf te halen. En mijn laatste voeding die ik stopte was de ochtendvoeding. Want dat is degene, daar wil je voor de rest van de dag natuurlijk een beetje de druk eraf hebben. Voor Niels maakte het echt niet uit. Ik heb 1 keer gehad dat ik in bad zat en al was gestopt met borstvoeding. En dat hij heel erg naar mijn borst ging happen. Maar eigenlijk verder, ja, weet je, hij vindt de fles ook prima. We waren ook al gewend aan de fles. Omdat ik aan het begin moest ik 1 borst kolven en 1 fles geven. Dus sowieso als je kindje naar het kinderdagverblijf gaat, is het handig als hij aan de fles gewend is. Dus dat was bij ons al gedaan. Anders als je dan afbouwt, dan moet je daar natuurlijk ook rekening mee houden. Als je kindje nog niet gewend is aan de fles te drinken. En verder, als ik op een gegeven moment het gevoel had dat er wel te veel druk op kwam staan, dan kolfde ik een beetje af om de druk eraf te halen en niet weer een hele voeding, zeg maar, eruit te kolven. Want ik had het gevoel dat ik dan te veel stimuleerde. Maar wat ik vooral wil meegeven is, voel aan je borsten, hou in de gaten van oké, het wordt nu echt hard, het voelt nu heel onprettig, dat soort dingen. In plaats van te kijken, oké, het is nu 3 uur, ik moet weer. Maar meer van, oké, hoe voelen ze nu? Kan ik misschien een uurtje opschuiven of kan ik me gewoon helemaal weglaten? Dus dat voor wat betreft, zeg maar, het feitelijk afbouwen. Dan nog even de andere kant, namelijk de emotionele kant van het verhaal. Ik vond het heel dubbel. Aan de ene kant krijg je heel veel vrijheid terug, want je lichaam wordt, zeg maar, weer van jou. Kan iedereen je kindje voeden en kan je dus gaan en staan waar je wil. Maar je hebt ook, zeg maar, dat ene intieme moment wat je met je kindje hebt om de zoveel uur, is toch anders. Een fles is gewoon anders dan de borst geven. En ik ben daar helemaal niet heel erg... heel erg intens in, zeg maar. Maar ik had daar toch een beetje, vond ik toch een beetje gek. En ook omdat je denkt, ja, je weet niet of je ooit nog een keer een kindje met de borst gaat voeden. Dus het is gewoon het is een heel korte tijd eigenlijk dat je dat doet. En het is ook iets heel bijzonders dat het allemaal zo werkt. En nou, daar had ik eigenlijk nooit zo bij nagedacht. Ik was wel heel blij dat het werkte, maar nog nooit zo op zo'n manier naar gekeken. Totdat ik aan het afbouwen was, dacht ik, ja, dat is ook wel heel ongezellig eigenlijk. En los daarvan heb ik heel lang getwijfeld over of ik wilde afbouwen. Want ik had heel erg bedacht voor mezelf, ik wil 6 maanden. Ik had helemaal geen verwachtingen van dat ik überhaupt borstvoeding kon geven. Dus toen het gewoon super goed ging eigenlijk, toen had ik zoiets, nou, als het zo goed gaat, dan wil ik het gewoon het liefst 1,5 jaar volhouden. Omdat ik had gelezen dat dat het beste was. En sowieso, borstvoeding is gewoon de beste voeding voor je kind. Maar goed, daar is inmiddels natuurlijk ook alweer een beetje de wereld is ook een beetje veranderd. Die 6 maanden richtlijn, die werd op een gegeven moment, ik geloof, weer terug naar 4 en toen weer naar 6. Ik weet het al niet. Maar als je beter gaat lezen, dan kom je er ook achter dat het gaat ook heel erg over in ontwikkelingslanden. Hè, waar geen schoon water is. Hè. Dan is borstvoeding zo belangrijk. Want ja, kijk, en hier komt er gewoon super schoon water uit de kraan. En hebben we gewoon kunstvoeding die echt, nou ja, waar alles gewoon in zit. Maar ja, het wordt gezegd dat het is kunstvoeding. Dus kijk, borstvoeding blijft het beste. En ik had het liefste gewoon 1,5 jaar volgehouden. Maar ergens wilde ik ook een beetje de controverse te baten. Ik had zoiets van, als ik zoveel ziek ben,
En dan eigenlijk niet echt meer ervan kan genieten. En ook niet meer zeg maar hem de zeg maar met hem kan spelen en doen zoals ik normaal zou willen. En het gaat ook een beetje om, als je zelf gelukkig bent, is je kindje ook gelukkig. Zeg maar. Dus ik, dat soort afweging heb ik uiteindelijk gemaakt. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. En ik zat natuurlijk ook te denken van, als ik nu weer heel erg mijn best ga doen om mijn productie omhoog te krijgen. Dat kan natuurlijk ook. Je kan extra gaan kolven om die productie op gang te krijgen. Maar dan dacht ik, ja, dan doe ik dat nu voor een maand of anderhalve maand. Ik ken ook verhalen van mensen die zeggen van, ik heb dat gedaan. En vervolgens was het heel lastig om weer af te bouwen. Dus ja, weet je, er is geen goed of slecht. Je moet doen waar jij je goed bij voelt. En ik heb op een gegeven moment gekozen om het zo te doen. Ik moet zeggen, dat koolvafapparaat hing ik echt met liefde in de wilgen. Want dat kool vond ik echt, was niet mijn hobby. Behalve moet ik zeggen dat ik het op mijn werk wel een verplicht momentje van ontspanning vond. Want ik ben echt wel iemand die de hele dag. En zeker ook op mijn werk. En ik had bij dat koffie zoiets. Oké, dan ga ik nu pak ik gewoon even een momentje voor mezelf. Ik ga een YouTube filmpje kijken. Of ik ga mijn sms'jes bijwerken. Of ik schrijf even een to-do-lijstje. Dus dat was eigenlijk wel even een momentje om weer even te landen in al mijn hysterie. Maar dat is eigenlijk het enige voordeel wat ik van kolven zag. En verder had ik echt helemaal niks mee. Dus kolven miste ik totaal niet. De borstvoeding miste ik zeker aan het begin wel. Nu vind ik het gewoon vooral heel fijn dat iedereen hem kan voeden. We zijn nu voor het eerst een weekendje samen weg geweest. En dat had anders niet gekund. En dat is ook prima. Maar het is ook leuk dat het wel kon. Dus ja, zo ben ik een beetje afgebouwd. Ik heb dus... ja, vooral de tip, luister naar je lichaam en luister naar je gevoel. En een grote tip, ga niet googlen. Want ik werd daar echt, daardoor ben ik iets langer doorgegaan dan ik eigenlijk aan kon lichamelijk, tussen aanhalingstekens. Want dan kom je ineens allerlei redenen tegen waarom borstvoeding geweldig is. En nou ja, gelukkig hoorde ik later ook van mensen, het ligt genuanceerder. Als je verder gaat lezen, dan kom je erachter. De allereerste voeding is het allerbelangrijkst en de rest is allemaal mooi meegenomen. Maar weet je, we hebben gewoon hele goede kunstvoeding. Dus nou ja, dat is een beetje mijn ervaring. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Zoals altijd was het weer lekker ratelig. En ja, ik zit nu ook te denken, ik moet maar weer eens ook een update doen van hoe het met mij gaat en met Niels gaat. Duimpje omhoog als je dat leuk zou vinden. Ik weet ook niet zo goed. Ja, ik heb natuurlijk heel veel over de baby en zo verteld. Het is nu natuurlijk gewoon meer gewoon de dagelijkse gang van zaken. Maar laat vooral weten of jullie dat leuk vinden. Ik heb trouwens een beetje blote billen gezicht. Ik heb wel make-up op. Maar heel weinig voor mij doen. Had ik zin in vandaag. Dat heb je wel eens. Nou, in ieder geval wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En nou, doe een duimpje omhoog als je weer een update wil zien van hoe het met mij en met Niels gaat. En nou ja, laat ook vooral jouw afbouwtips hieronder in de comments. En of jouw ervaringen en... Nou ja, nogmaals bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg! Maar dat zijn deze schoenen. Ik zag een tijdje geleden in een tijdschrift zag ik Converse staan. Hoge Converse van kant of zwaar gehaakt. Of in ieder geval, ik vond ze echt heel tof. Maar ik vond ze ook wel weer heel duur. En ik weet dat ik van Converse vaak...